We gaan quasi live à la Theo en Thea. Gaan we de camping op en kijken of mensen losgetrokken moeten worden uit de modder of hun auto's. En ja, we gaan het zien. Ik heb een assistent Ricciardo bij me. En ja, ik denk niet dat het goed komt trouwens, maar we gaan het zien. Ik zou zeggen, hartstikke idee. Ricciardo? Maximum attack of niet? Ik wou net bij jullie langskomen, met me weer voor. Ja, tuurlijk. Ja, heb jij nog van die stickers? Nee, dat doe ik niet aan. Ben ik mee opgehouden. Verkoop ze alleen voor 10 per stuk. Ja, ik wou al komen, jongen. Ga nou maar. Schiet nou maar op. Dus mensen, zoals jullie een beetje zien, denk ik. Het is een grote leegloop. Hallo! Hey! Jullie zijn toch de maximum attack hier, of niet? Ja, zeker. Dat wou ik zeggen. Hoe is het nou? Ja, prachtig aan. Mooie overwinning van Max. Ja. Een hele kleine voorsprong. Klein, hè? Kleintje maar. Oh, dat was leuk. Hij zat zijn engineer gewoon te stangen. Had je dat meegekregen? Nee. Oh, dat was echt leuk. Wij hebben die gezien van die zei van Max, ik had misschien beter iets rustiger de outlap kunnen doen, waar jouw banden beter. En toen zei Max, als ik daar een beetje meer gas geef, kunnen jullie pitstop nog een beetje oefenen. Ja, dat was echt heel leuk, heel leuk. Maar ik had jou beloofd, hou me eens vast. Oh, dit is een portemonnee, dit is niet de bedoeling. Oh, dat is ook goed. Nee, dat zit ook niet, er zit net zoveel in als in jouw hoed. Ja, is eronder. Ja, dat is man. Dankjewel. Veel plezier nog, wij gaan even kijken in de hoop dat er mensen uitgetrokken moeten worden. Of hun auto's, of hun auto's. Ja, we blijven nog even. Wow, die wind, hé. We gaan het zien. Veel plezier nog. Hoi. Dag heren! Ja. We zijn al voor ontvangst. Oh ja. Dag heren. Hoe is het? Je hebt een mooi vlaggetje hangen, heb ik gehoord. Laat ik ze ingerit, hè? Even wachten, 2 seconden. Dat had ik beloofd. Die kunnen toch wel op die geweldige bus van jullie, of niet? Sorry? En wanneer mag ik filmen dat jullie losgetrokken worden door een tractor? Hey, vorig jaar heb je een combinatie voor ons nog wel een beetje. Ja? Maar wanneer gaan jullie? Zag het dan? Ja. Nee, dat moeten ze zelf doen. Nee, dat mogen ze zelf doen. Rick, dat moeten ze zelf doen. Dan kan het niet fout. Nou, we gaan even verder. Nog bedankt. Ja. Ik denk dat hij dood is. Als je nog half denkt, dan doe maar dat. Nee? Ga je hem nou starten? Nee, niet de beurt. Oh! Hey Rick, kom! Geef hem een sticker. Oh, ik moet jou nog veel leren, Rick. Oké. Veel plezier nog! Matje! Is toch een apart gezicht zo, hè? We zijn hier allemaal aan het doen, joh. Hey, ik wil niks zeggen, maar dat is het verschil. Oh, dat is ook een Honda. Succes.
We zijn 6 minuten bezig en het is al 6 minuten onzin. Ah, die komt er wel uit. En anders neemt een of andere sloper hem wel over. Maar er is nog niemand hier. Ja, dan moet je echt op parkeerplaatsen zijn, hè? Wat is dit nou weer, hé? Stelt je houtdieven. Heb jij een aansteker? Die hebben allemaal takkenwerf thuis. Nou. Het zijn ook altijd, het zijn altijd dezelfde. Ciao, hè? Het is gratis. Hey, maar het slijk valt mee. Oh ja, eigenlijk tegen dus. Kijk uit, kijk uit. Het is niet nat genoeg. Ja, deze komen gewoon goed weg. Misschien dat het dan vannacht kan gaan regenen. Ja, dan gaan we gewoon de camping over. Het zijn sleeptouw. Ja. Oh, oh, dat moet een Nederlander zijn. Die moet gewoon iets kunnen verdienen. Oh, oh. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het valt mij een beetje tegen hoe droog het allemaal is. Ik had gehoopt dat hier 100.000 tractors iedereen aan het uittrekken was. Dat is vandaag wel heel goed weer geweest natuurlijk. Ja. Maar vannacht gaat veel regenen, dus ik kan morgen helemaal anders zijn. Oké, okay, himmel. Himmel. Dat is ABM voor helemaal. Een vriendin van mij uit Denemarken die zei altijd, is het toch hemel? Ik zeg, ja, dat is gewoon een heel leuk Nederlands woord. Dat is waar je heen gaat als je gedoord bent. Ja, dat is weer iets anders. Dat is ook een hemel. Goed, als jij nou wat meer afstand houdt. Ik had het niet gedacht, maar ik mis Ingrid toch wel. Goeiedag. Oh, ze zijn Engels. Ze zijn wel Max-fan. Ga je eens vragen of ik even mag filmen? Kun je een beetje Engeland? Het is oké nou. Goed. Have a nice one. Good luck tomorrow when you want to leave. Because you have a Fiat from the UK in Belgium. Dat is 3 keer slecht nieuws. Hier is stil. Rustig, hè? En we gaan vanavond natuurlijk nog een keer terug. Kijken we wat er nog staat en in welke staat. Nou, we hebben al een ja. Hallo. Are you gonna go home tonight? Yes. Are you gonna make it, you think? We're going to go halfway. We're just going to France. We're staying overnight in France. Okay. So, yes, yeah. Okay, you had a good weekend? Yeah, it's been great. Yeah, good. Really, really. What's your favorite driver? What's my favorite? Lando. No. Alonso. No. Leclerc. Yeah. Yes. Yeah, he's good. He's good, and he's a nice guy. Yeah. Can we give you a small gift? We are from the GoMax fan club. Oh, lovely. And if you don't like it, you can put it on the heater and. No, he's the Max fan. Oh, okay. Cool. Okay. Have a good traveling home and see you next year again. Yes. And I'll see you in Zandvoort maybe? No. I think so, no. Okay, bye. Bye.
Kijk, Rick, je kunt ook met andere mensen een gesprek hebben zonder ze af te zeiken. Ik leer dat jou gewoon. Mijn best. Ja. Waarom loop ik nou hier? Dat is de enige plek waar niks te zien is. Kom, ga een stukje hoger. Voor de duidelijkheid mensen, we gaan niet live omdat gewoon de verbinding slecht is. Dus het is op zo'n Theo en Thea's quasi live. Dus als we direct stoppen, gaat hij meteen live gestreamd worden. Live geüpload worden. Geüpload. Rick, als jij nou eens gewoon even net als Ingrid de mond houdt, oh ja, dan verpraat ik me niet heel fijn. Het is gewoon niet modderig genoeg. We gaan ook even de auto van Rick laten zien. Rick doet het allemaal op het gemakste. Sowieso een super vette bak. Maar dit vond ik wel geniaal verzonnen. We doen het op het gemakste. En die neem ik natuurlijk in beeld omdat Rick ook een sponsor van ons is. Goed hè? En onze vriend uit Limburg. Jan in de house! Oh, oh, die hebben het gewoon weer voor elkaar, hè, die gasten. Kan ik hem nog op een half zetten? Nee, dan moet ik stoppen met filmen en dat doe ik niet. Even de sponsoren in beeld nemen ook. Want die zorgen ervoor dat deze jongens hier elk jaar weer kunnen zijn, hè. Hebben we een goed weekend gehad? Ja, prachtig. Kan niet beter, hè? Ja, mooi. In ieder geval vandaag was je schitterend. Geweldig. Ik ga eens even kijken of we nog mensen in beeld kan krijgen die ons boven op zijn kop staan. Klaas! En nog vis? Alles op. Alles op? Vleetzakje hier, jongen. Ja, maar het was goed, heb ik gehoord. Lekker, lekker. En je zijn aan het afbreken? Ja, rustig aan, morgen regen, hè. Echt? Ja, dus alle tenten zoveel mogelijk weg. Oh ja. Maar afbreken moet ook gezien worden, hè. Mensen, ja, dat is waar. Mensen moeten niet denken dat er alleen maar... Dat nee, het is alleen maar feestjes, hè. Nee, ja. Precies. Nee, hoor. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja, sorry, dit moet ook gefilmd worden, maat. Hoe is het? Ben ik fit? In de tijd van het komen, de tijd van het gaan. Ja, zo is het. En nou is het ook droog. Het is wel een heel mooie foto ook, hè. Maar ja. Kijk, dit is ook mooi. Hebben jullie de film van de week gezien? De video die hiervoor geplaatst is, was daar opgenomen. Dat is goed, hè? Dat is gewoon goed. Dat zijn toppers. Jongens, bedankt. Hey! Maar welke? Iedereen is een beetje tam, hè? En vooral de niet-Max-fans, die zijn gewoon tam. Die hadden echt gehoopt dat er weer een keer een, ja, een niet-Nederlander zou winnen. Kijk, ik moet zeggen, hier vallen prijzen wel even mee bij hun. Dat is wel een uitzondering, hoor, hier. Dat is de ingang van Le Comp. C. Zullen we eens kijken of we binnen mogen? We kunnen proberen, hè?
Wat is er? Mensen denken altijd bij een Formule 1 wedstrijd, als er iemand gewonnen heeft, dan is het daarna een zwaar feest. Ja, heel eerlijk gezegd, de enige race waar het altijd feest is na de race, is Oostenrijk. De rest is iedereen, nou wil ik naar huis. Dat is de stelregel. Ja, dat is apart toch? Ja. We worden opgejaagd. Eens even kijken hoe het uitzicht hier is. Het ruikt hier wel lekker, moet ik zeggen. Oh, voor de mensen die twijfelen van, weet je wat? Ik koop een shirtje of een cap online of ik koop het misschien op het circuit. Als je dit gezien hebt, weet ik wel waar je hem gaat kopen. Bonjour, merci. Kijk, de mensen doen ook super goed werk. Ah, dit is wel een heel mooie bocht, hè. Een beetje vergelijkbaar met... Goedendag. Darf ik filmen? Ja. Je bent alle Hamilton fans? Nee. Eén, hoor. Nee, twee. Ik heb toch twee hier over die ganse strekken. Mag het hier een GoMax sticker? GoMax? Ja. Nee. Ja. Ah, niet voor Brenno of zo, hoor. Ja, ja, ja. Je bent Verstappen fans. Ja, ja, het zijn 2014, we zijn nog aan het karten. Maar is toch scheiße, oder? Wieso? Weil hij alles gewint. Weil hij extreem goed is. Seid ihr Volksfans? Wie viel hat er gemacht? Nein, nein, er war im Kart, wenn ich angefangen habe. Okay, wie viel Weltmeistertitel hat Verstappen? Er ist 25, wie viel glaubst du, dass er hat? Ich denke, er hat erst 2 jetzt. Erst 2? Mindestens 3, das weißt du auch. Lewis Hamilton? Lewis Hamilton hat sowieso viel Glück gehabt mit, ja, Timo, mit Timo Glück. Oh. Ey, mit Timo Glück, oh. Oder? 2021. Timo Glück, Timo Glück. Scheiße. Das ist eins. Und eigentlich sollte Massa die gewonnen haben, oder? Wer? Ja. Felipe Massa. Ich bin kein Fan von Massa, aber in Brasilien, Timo Glück. Warum? Ja, warum? Weil, ja, du hast es doch gesehen selber. Du weißt schon, du sagst warum, aber du weißt es schon. Und was war 2021? Und das kommt noch was dazu. Der Hamilton fährt vielleicht noch 2 Jahre. Der Max noch 12? Ja, okay. Weißt du, was Hamilton gesagt hat, wenn er gehört hat, wie alt der Max ist? Jesus. Jesus, ja. Hamilton hat 7 Titel und Verstappen aktuell. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Wir reden. Normalerweise hätte Hamilton 8 Titel. Wie treffen? Ja, normalerweise. Normalerweise, wenn es alles fair gelaufen wäre. Na, fair war es sowieso. Ja, war sehr fair. Aber er hat einfach Pech gehabt. No, Maki, no. Ja, du hast gesagt Glück. Du hast gesagt Glück. Ja, nee. Hamilton hat mehr Glück. Ja, okay. Aber im Endeffekt. Aber im Endeffekt ist der Max besser. Beides sehr gute Fahrer, oder? Ja, okay. Ich gebe zu. Der Hamilton gehört in die Top 24 von allen. Von allen, klar. Top 30. Ja, ich weiß. Nein, Hamilton ist sehr gut, ich weiß. Macht's gut, Jungs. Okay, viel Spaß noch. Danke für den Sticker. Oh, ich wollte Ihnen gerade noch einen geben, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Okay. Aber hat ihr ein schönes Wochenende gehabt? Super Wochenende, ja. Wir waren leider nur heute da. Okay. Ja, aber es ist egal, ob du jetzt war oder die letzten 10 Wochen. Max hat alles gewonnen. Ciao zusammen! Dat was een beetje gemeen van mij misschien. Maar ja, ook wel een beetje lol. Moet kunnen, toch? Als je dat bij het voetbal vertelt, dan word ik gewoon helemaal dood losgeslaan. Oh, ja, dat kan wel. Kijk, dit zijn Max-fans. Hier zijn Max-fans, hè? Mag ik filmen?
Zeker. Jullie zijn Max fans, toch? Ja, ik check al. Ja. Oké. Okay. Dan geef ik ze aan jullie. Fijne avond nog. Dankjewel. En doei. Wie had dit weer verwacht, hé? Ja. Zo oh, ik moet eigenlijk nog even langs Bob Lindhorst. Die staat er ook met een bus. En ik weet dat hij hier was. Dus hij heeft mij nog geappt. En ik zeg, ik moet even... Nou ja, we zien hem wel. Komt goed. Ja, dat is gewoon goud. Ik denk dat we weer beter naar die kant kunnen. Hey, T1. Dat is gaaf. Nee, dat is een T1. Dat is leuk. Die heb ik ook nog één gehad. En die heb ik een jaar of vijf te vroeg verkocht. Als ik daar even mee gewacht had, had ik de hele camping hier kunnen kopen. Nou, hij is gaaf. Ik denk dat je... Oh! Ik denk dat je Engels is, maar nou zie ik het al nu. Ja, dat zijn ze mega hot die dingen. Ja, hij is leuk. Hij is echt leuk. En netjes nog. Ja, dat zijn ze wel. Dat zijn goed voor de spullen in Engeland. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik gun iedereen de makkelijke thuistocht. Maar toch vind ik het een beetje jammer. Een beetje spektakel is nooit weg. Nee, precies. En de boel kakt ook een beetje in, heb ik het idee. Ik denk dat mensen heel blij zijn met het droge weer. Dat is nu... En met paracetamol. Maar de tentjes zijn nou droog. Die denken nou... Ja, ze hebben ook gelijk. Ook opvouwen. En dat is op zich nog niet zo stom bekeken. Ze hebben groot gelijk. We gaan gewoon morgen vroeg nog kijken wie er niet zo slim is geweest. Net als Ingrid en ik. Rick Netten. En Rick Netten. Ook zo, Rick Net niet. Goal. Nou jongens. Tot zover. En vanavond of anders morgen vroeg, als er wat te doen is, dan doen we weer een stream. Bedankt voor het kijken. Hartstikke idee. Of niet? Zeker.